MAT 64, afkorting voor Materieel 64, maakte deel uit van het elektrisch materieel van de Nederlandse spoorwegen. Het bestond uit zelfstandige vier- en tweedelige treinstellen, officieel aangeduid als respectievelijk Plan T en Plan V. De naam MAT 64 is een niet-officiële benaming. Vaak werd het materieel standaard stoptrein genoemd. In de laatste dienstjaren viel de naam Apenkop ook wel, naar analogie aan de bijnaam Hondenkop van MAT 54. Maar Apenkop is nooit zo ingeburgerd als Hondenkop. Hoewel MAT 64 niet zo tot de verbeelding sprak als de Hondenkop, zijn deze markante treinstellen bij veel spoorhobbyisten enorm geliefd. En dat is niet in het minst vanwege het diepe, brommende motorgeluid bij het optrekken. Plan V was jarenlang met 246 stuks, hoewel er maar 245 tegelijkertijd aanwezig zijn geweest, de grootste materieelserie van de NS tot de komst van de Firm. De treinstellen waren aanvankelijk groen met een brede zandgele band onder de ramen. Later reden ze in het geel met schuine blauwe reclamebanen. Een aantal treinstellen werd verhuurd aan verschillende regionale vervoerders. MAT 64 is 55 jaar, van 1961 tot 2016, op het Nederlandse spoorwegnet in dienst geweest. Het prototype van MAT 64 werd als Plan TT, treinstel Toekomst, treinstel 501, geïntroduceerd en in 1961 gebouwd door Werkspoor. Bij dit eerste treinstel waren de Scharfenberg-koppelingen nog laag geplaatst, later gingen ze omhoog. Hierdoor veranderde de onderzijde van de neus om meer plaats te maken voor de koppelingstang.